Welkom bij Jus Avonturen. De een kiest voor een 5-sterren hotel, de ander voor een hutje op de hei en weer andere mensen kiezen voor de camping. En het campingleven is erg goed. Ik loop al een tijdje rond over de campings in Lingewaard. En wat me opvalt is dat alle mensen op de camping zo gastvrij en zo vriendelijk zijn. Het is gewoon echt één grote gezellige campingfamilie. Welkom bij Jules Campingavonturen. We gaan weer op pad op zoek naar leuke campinggasten. Waarom kiest u voor de camping? Nou, gewoon gezellig. Lekker, ja. En altijd in Nederland? Ja, altijd in Nederland, ja. En waarom geen buitenland? Ja, omdat we het hier wel leuk vinden. Ja. Ja. Hoe lang komt u hier al? Dit is de eerste keer. Ja. Ja. En het bevalt goed? Ja, leuk, uitzicht. En u heeft ook de fietsen meegenomen, zie ik. Ja, maar nog niet mooi fietsen weer gehad. Nou, vandaag is het toch mooi? Ja, nou, maar ja, dat kan nog. Vandaag kunnen we nog fietsen. Oké, okay. En heeft u al een route in gedachten? Nee, nog niet. Nee. En u bent hier met uw twee honden. Hoe heten ze? Rex en Mandy. En wat vinden zij ervan? Ja, mooi. Ja, ze gaan altijd mee. He? Ja. Ja. En heeft u nou veel contact met de buren ook? Ja hoor, met hun. Ja. Gezellig. Wat doet u dan samen? We hebben alleen koffie gedronken bij hun. Ja. En samen eten? Nee. Wat eet u zo op de camping? Ja, gewoon broodjes. Ja. En s'avonds ook echt doperwtjes en zo, het gebruikelijk? Een skottelbraai kunnen we lekker op bakken en zo. Een wat? Skottelbraai. Wat is dat? Kunt u dat eens laten zien? Ja. Een skottelbraai. Ah, kijk, een soort van barbecue. Ja. Een soort van een wokpan eigenlijk. Ja. Zo, nou, en daar koken we dan op. En wat bakt u er allemaal op? Nou, vlees en groenten door elkaar heen, aardappeltjes. Ja. Ja. Als u nou zou kunnen kiezen tussen een 5-sterren hotel en een camping, wat kiest u dan? Een camping, want dat vind ik gezelliger. Maar die luxe is toch ook wel lekker, ja, of niet? Dat is ook wel leuk, jawel, maar niet voor een vakantie zo. Nee. Wel voor een weekendje. Wie gaat u een kaartje sturen? Niemand. Doen we nooit. Wat? Doen we nooit. Bent u zo onaardig dan? Nee, maar dat vind ik niet nodig. Nee. Nou, ik had toch wel één kaartje vanaf? Nee, doen we niet. Doen we nooit. Doen we nooit. Spaart wel weer wat kosten. Ja, vind ik wel. Is dat typisch Nederlands? Nee, maar dat doen we eigenlijk nooit. Nee. Van een weekje gaan we maar weg, dus okay. Ja. Nou, een hele fijne vakantie nog. Dankjewel. Wilt u nog iemand de vakantie groeten doen? Nou ja, misschien ook niet, want u stuurt ook geen kaartjes. Dus. Nou, mijn kinderen. Goedemorgen. Goedemorgen. Gezellig op de camping. Ja, heerlijk. Ja. En u zit al aan de koffie. Ook dat, ja. Hoeveelste bakje? Tweede bakje. En met wie zitten u hier allemaal? Ik zit hier achter, zij zit daar en zij woont hier. En we zitten gewoon gezellig bij elkaar op de koffie. En waarom is het campingleven zo leuk? Ja, het buitenleven, hè? Ja. Dat is het gezellige. Maar ja, wat nou als het heel hard regent? Lekker in de tent zitten of in de caravan. En wat doet u dan? Oh, kaartjes, knutselen, van alles. Ja. Televisie kijken, bootjes kijken. Bootjes kijken, ja. Ja, dat is ook mooi. Ja, dat is. Ja. Goed weer is, hè? De boten komen altijd. En waar komt u vandaan? Huissen. Oh, dat is mooi. Ja, dat is 9 kilometer hier vandaan. En waarom zo dicht bij huis? Nou, lekker van hieruit kunnen we gaan werken als het moet. En we staan hier al 27 jaar, dus het bevalt nog steeds goed. 27 jaar? Dus, En waarom nooit een andere camping? Ja, dat doen we ook wel, maar dan huren we een caravan. Deze caravan blijft gewoon hier staan. En als we iets anders willen, dan huren we een caravan. Ja. Of we gaan ergens anders heen. En het buitenland, trekt dat niet? Ja, we zijn pas geweest in Oostenrijk. Okay, ja. Dat is dus ook leuk. Ja. Maar dit trekt toch meer. En hoe lang staat u dan gemiddeld op deze camping? Met vakantie 3 weken en een weekenden. Waar komt u vandaan? Wij komen uit Hengelo, Overijssel. Dat is niet te horen. Nee? Jawel. Wij knauwen, hè? Ha, tukken. Hoezo dan? Wat dan? Wat moet dat dan? Maar u heeft volgens mij iets te lang in de zon gezeten, of heb ik dat mis? Ja, het is nog niet van de borrel, hoor. Op de vroege morgen nog niet. Dus nee, dat kan wel. Maar ik heb altijd kleur. Dus dit is echt Nederlands kleurtje. Ja. Dus niet uit een potje, maar puur natuur. Maar dat krijg je in de wind en de zon. Ja. Dus wat dat betreft. En we hebben het nou mooi. Dit is ideaal zo.
Wat vindt u zo leuk aan het campingleven? Nou, je hebt veel gouden contact met de mensen, dus eigenlijk zo. Of je moet jezelf afzonderen, maar wij staan al jaren eigenlijk na Schedda en Tjeu. Dus dat proberen we altijd zo te combineren, dus dat we dezelfde tijd met vakantie gaan. En dezelfde achterbuurtjes. Ja. Dus, hoe vindt u de zomer tot nu toe? Nou, ik mag geen gek woord gebruiken, hè? Ah, dat mag wel. Voor deze ene keer mag het. Maar zwaar kloten. Dus nee, het is niet alles wat er is. Dus, maar wij kunnen samen heerlijk hier onder de voortent. Dus we hebben hem niet ingeritst. Dus daar zit je heerlijk lekker vrij. Dus, en heeft u ook nog last gehad van stress? Stress, nee. Vakantiestress, nee. Dat is er bij mij niet bij. Nee. Altijd optimistisch blijven, hè. Ja. Dus stress, dat moet je niet hebben. Word je alleen maar oud van, krijg je rimpels. Als in sterren stralen en als de maan weer boven hangen misschien, ga ik even een puulje halen. Ja, verder weet ik het niet. Ik ook niet. Jullie komen aan, jullie komen. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Amsterdam vandaan. Ja. En wat vindt u zo leuk aan deze camping? Nou, mijn vriendin heeft al jaren gestaan hier. Voor de eerste keer. Ja, die boot, hè. De scheepvaart is wel mooi. Ja. Dus, en wat doet u nou de hele dag? Niks. Vakantie vieren, hè. Toch of niet? Ja. Nee, gewoon een beetje fietsen en een beetje over naartoe gaan, hè. Ja. En, je eigen vermaken die 4 weken dat je vakantie hebt. Ja. En het weer, hoe is dat tot nu toe? Nou, de eerste week was al wel slecht. Nou, de tweede week was het jammer. Dit is de derde week nou. Maar het was al heel erg slecht. Droevig. Ja. Veel regen, waar het allemaal gebleven is, weet ik niet. Maar ja. Ja. En zijn er in de buurt van Amsterdam geen leuke campings? Nou, het is de eerste keer dat ik eigenlijk met de caravan weg ga. Dus ik weet het eigenlijk niet. Maar je ziet het, hè. We staan op een mooie plek, dus dat heb je bij Amsterdam denk ik niet. En waar ging u voorheen op vakantie dan? Nou, gewoon thuis. Ik ging altijd met mijn kinderen ging ik altijd dagjes uit. Ik vind u ook wel een type voor Benidorm. Benidorm? Nou, daar ben ik 1 keer geweest, dat ga ik nooit meer doen. Dat is Nederland op z'n tweede. Nee, maar we zijn in mei ook naar Turkije geweest 2 weken. Dus daar hebben we eigenlijk al de zon gehad. Dus alles wat je hier krijgt, is meegenomen. Ja. Toch? En wat gaat u vanavond eten? Dat moet je aan mijn vriendin vragen, want die gaat gauw op de vlucht. Maar dat wij worst hebben. Vanavond doen we een keer makkelijk. Worst. Broodje worst. Kunt u zelf een beetje koken? Ja, ik kan wel een beetje koken. Ja. Behalve van woede? Nou, ik kan wel een beetje koken. Want ik ben altijd met mijn 2 dochters alleen geweest. Dus pa die moest het eten verzorgen. Ja. En wat heeft u allemaal in de koelkast staan? Nou, we binden ook een ijskast. Kijk, cola. Dit is het eten. Een fles drank? Een fles drank, ja. Pst, niet te veel.